Goedemorgen. Het is bijna 8:30. Ik ben wakker geworden. Ik heb pijn in mijn ogen. Ik heb nog steeds ontstoken ogen. Ik heb gisternacht mijn wimpers en allemaal eraf geplukt. Dus mijn ogen zijn zo erg opgezwollen. Ik heb hier camille thee. Wat er schijf is, ik ga ze even behandelen. En ik hoop dat het goed gaat werken. Ik heb straks namelijk een afspraak met Nessie. Een hele goede morgen, jongens. Ik zie er echt niet uit. Zoals jullie hadden gezien in de ochtend, heb ik heel erg ontstoken ogen. En ik heb toen gisternacht mijn extensies helemaal lopen uitplukken. Maar ik kon het gewoon niet meer hebben dat er iets zeg maar, op mijn hoofd zat. Ik zat heel de tijd te plukken, gewoon mijn hele kussen. Mijn hele kussen lag onder de extensies. Mijn ogen zijn zwaar opgezwollen. Ik durf mijn bril af. Ik maak niet eens een grap, ze zijn echt zwaar. Waarom sliep je eigenlijk met een stoelpijn? Ja? Met een ding op je kussen? Ik ging googlen wat ik allemaal moest doen bij ontstoken ogen. Ik moest mijn kussensloop vervangen. Maar ik heb geen schone. Dus ik heb mijne gewoon in de was gegooid. Toen heb ik er een handdoek overheen gedouwd. Lira vond je handdoek in de ochtend heel lekker. Ik merkte het. Lira vond het heerlijk. Wij zijn dus vroeg wakker geworden. Want we hebben zo'n afspraak bij een makelaar. We hebben een paar dagen geleden hebben we naar een nieuw bouwproject gekeken. En we gaan vandaag een... hoe heet het nou? Een optie doen. Natuurlijk weer gebeuren. We zijn op een keer de makelaar gegaan. Het komt allemaal door jou. Hoezo door mij? Wij zijn eindelijk klaar. Het duurde echt zo lang. 3 uur. Ja, we hebben echt zoveel informatie binnengekregen. We hebben een optie gedaan. Dat is toch wel graag wat ik zei. Ja. En ja, binnenkort even meer. Even de ouders spreken, een beetje overleggen. Mensen met ervaring spreken. Ja. En nu zijn we bij Alexander en we gaan even eten. En ik heb dus heel veel last van mijn ogen. Normaal. Ik zit er echt niet uit, jongens. Dat kan echt niet. Wij zijn nu bij de Turk en wij gaan lekker kuslem eten. Ik heb chili potato. Chili patata. Alweer thuis. Ik voelde me niet zo goed en mijn ogen zijn nog meer opgezwollen. Ik zie er echt niet meer uit. Toen ben ik in slaap gevallen en nu ben ik weer wakker en ik ga nu even nasi maken. We hadden geen kip meer thuis, dus net eens even kip halen. Maar dit is gewoon eigenlijk wat ik allemaal nodig heb. Heerlijk. Ik heb ja, schat. Nee, dat past er niet bij. Ik ben echt benieuwd of het een beetje is gelukt. Beste chef van de wereld, hè, Mimi. Zo, inmiddels ben ik net thuis. Ik heb niet gevlogd, ik voel me niet zo goed. Mijn ogen prikken ook echt helemaal niet normaal. Ik ben even naar Honey geweest. En Nessie heeft opnames voor nachtbrakers. Dus die komt heel laat thuis. En ik denk eigenlijk gewoon dat ik nu even richting bed ga. Want ik heb vanmiddag even de huisarts gebeld vanwege mijn ogen. Want ja, het doet gewoon echt mega pijn. Ik heb het nog nooit zo eerder gehad. Zo heftig. En ik moet morgen even langskomen, want die wil er toch wel even naar kijken. En ik denk dat ik binnenkort ook even naar de opticien ga. Sowieso even tijdelijk even kappen met wimper extensions. Nou ja, tijdelijk even kappen met wimper extensions. Hele goede morgen. Het is vandaag dinsdag. En zoals jullie zien zijn mijn ogen nog steeds ontstoken. Maar vandaag even geen bril op. Ik was helemaal zat en dit echt gewoon op pijn aan mijn neus op een gegeven moment. Wij zijn net wakker geworden. We zijn ons even aan het klaarmaken, want we gaan zo naar Sims auto ophalen. Nessie ging net zijn broekje passen. Vind je het leuk hoor. Wanneer paste jij die broekje voor het laatst? Vorig jaar. Vorig jaar en hij paste gewoon niet meer in met zijn dikke reet. Nessie is gewoon aangekomen, het komt echt bijna nooit voor. Wij zijn nu bij de tank en Nessie gaat even een cappuccino voor me halen, heel lief. Wij gaan dus zo naar de garage, want Nessie heeft een polo gekocht. Want hij wil even een polo rijden, hij vindt hij gewoon een veel betere auto dan hiervoor een BMW. Best wel mooie, maar heel veel mankementen aan. Net zoals mijn BMW overigens. Dus we gaan nu voor een polootje. Echt een heel mooie. Dus in mijn auto. En toen zag hij dus dit. Ik heb zo'n geurtje van Rituals. We waren dus gisteren Alexander in. Maar toen heb ik als cadeautje voor zijn nieuwe auto heb ik dus zo'n Rituals geurtje voor hem gehaald. Toen zei hij van, oh mijn god, ik heb mijn geurtje niet meegenomen. Ging hij weer helemaal naar boven om zijn geurtje te halen. Dat is echt fucking cute. En ik heb voor Nessie deze geur gehad. Ik vind deze echt super lekker. Het is eigenlijk een mannengeurtje, maar die heb ik zelf ook in mijn auto. Dat is de Arabian Amber en Musk. En ik vind deze echt super lekker. Verschillende soorten. En eentje is ook oranje. En toen zei die vrouw die het verkoopt van,
Ja, bij deze geur. Delivery voor Mariama. Dankjewel, schat. Het was volgens mij een combinatie van geur of smaken. Het had dan een iets... Weet je nog die ene autogeurtje van Rituals, die oranje, waarbij ze zei van dan komt er een geluks, wat was het nou? Ja, met je sinaasappel. Ja, maar wat zei ze er precies over? Dat het... je wordt er gelukkiger van. Er komt een geluksstof vrij, ja. Of zo. Dus die ga ik volgende keer ook halen, want ik vond het gewoon wel goed klinken. Net hoor. Wat ik wil melden, waar ik echt heel boos om ben. Ik heb dus voor de verjaardag van Nessie moet ik dus een Gucci bril gehaald. Die nu gewoon helemaal kapot is. Ik snap hier helemaal niks van. Dat ding was gewoon zo wat 500 euro. En what the fuck. Schroefje vullen gewoon uit en toen hadden we dit nog. Ik vind het eigenlijk niet kunnen, dus ik ga zo terug naar de winkel. Ik ga even zo terug naar de bijenkoop, naar de Gucci store. En even kijken wat ze ermee kunnen doen. Nessie's nieuwe auto is dit. Ik doe even deze geur erin. Zo. We zitten inmiddels in de auto van Nessie. En wij hebben net een gesprek gehad bij de tweede makelaar. En we hebben echt een heel mooie woning gezien. Hè? Het is een beetje moeilijk, hè? Ja, het is dus echt een gemakkelijke keuze. Ja, want elke huis heeft zeg maar iets wat je echt zo tof vindt. Iets wat je denkt van, weet je wel. Beter. En deze woning had gewoon echt mijn... droombegaande grond, hoe zeg je dat? Ik kon daar gewoon echt mijn droomkeuken van maken en mijn woonkamer. Maar ik was iets minder blij met de eerste verdieping, omdat, ja, hoe zeg je dat? De dak loopt zeg maar zo, dus dat zie je ook in de kamers terug. En dat vond ik wel wat minder, maar voor de rest was het echt gewoon echt, echt, echt super mooi. Wij zijn onderweg naar de Bijenkorf. Leuk hè? Nessie's bril is kapot. Batterij valt zo uit en daarna moet ik het opladen. Maar Nessie gaat vandaag een tattoo zetten. En ik heb gewoon in een heel spontane bui besloten dat ik ook een tattoo wil. Dat is echt heel raar, want ik vind het echt afschuwelijk. Maar ik ga er gewoon voor. Het klinkt heel raar. Ik vind het afschuwelijk, maar ik doe het toch. Ik wil gelukkig. Het gaat om een heel kleine, kleine mini tattoo. Vertel even wat aan mijn kijkers. Wat moet ik vertellen dan? God, maar die heb ik... kop zit eruit vandaag. Ik heb 4 uur geslapen. Ah, die van mij ook niet hoor, Jezus. Dus wij zijn even naar de Bijenkorf geweest en het was totaal niet de bedoeling, maar ik heb dus voor mezelf een tas gekocht! Leuk hoor, meer. Ik ben echt, echt heel erg blij mee. Ik ben zo blij vandaag. We zijn dus klaar nu bij de Bijenkorf en we gaan nu richting Little V. En dat is de eerste keer dat Nessie daar gaat eten en ik ben er een beetje verslaafd aan geworden. Ik vind het gewoon zo lekker. Ik heb de hele tijd zo opgeschreven over... Middel via het is uiteindelijk gewoon fucking vies vindt of zo. Dat zou ik echt heel erg vinden. Ik vind het niet vies. We zijn nu bij Little V met Nessie. Hallo Ness. Hey. Vind je het gezellig hier? Nee, ik ben niet. We hebben even voor het eerst gambas hier besteld. Dat heb ik echt nog nooit besteld hier. Dus ik hoop dat het lekker is. Dat het niet tegenvalt dat Nessie het ook lekker gaat vinden. En we hebben Nassi en Mie besteld, allebei. En ik heb een, ik weet niet meer, iets met watermeloen sapje. En wat heb jij voor een sapje besteld? Waarom kijk je zo blij? Er ging iemand schutten net. Wie dan? Voor jongen. Wat heb je voor sapje besteld? Deze passievrucht. Lekker hoor. En... iets zeg maar echt dat ik zelfs in slaap gevallen thuis van. Echt? Het zonnetje schijnt echt lekker. Ik vind het heerlijk. En onze tattoo sessie gaat niet meer door. Nee. Maakt niet uit. Shout out naar tattoo sticks. Sowieso. Mm. Ik liep net naar die kant, maar ik zag haar. Ik dacht haar zo van, ik ken haar. Ik liep zo bijna. En toen kwam ik terug en zag ik haar. Dankjewel. Geen eet smaak. Ja, kan je zo de drinken dan? Ja, die ga ik, even kijken als het er al is, dan breng ik het gelijk. Ja, dankjewel. Nou, dit is onze bestelling. Het ziet er heel goed uit. Oh, dat is een beetje in de zon. Dat zie je niet goed. Maar kijk hoe lekker het eruit ziet. Zo, lekker man. Lekker hè, schat? Een beetje op bord leggen, zo. Ja. Gezellig hè? Het is echt zo lekker. Mm. Lekker hè? Gewoon al goed man. Drinken is binnen. Ik heb water met gember en dit is niet normaal lekker. Vind je het lekker, Nes? Yeah. Wij zijn uitgegeten. Nes heeft net gezegd, net iets doms, neem ik jou op. Hoe vond je het, Nes? Ja, lekker man, ik zit vol. Ja? Wat voor cijfer geef je het? Het eten? Ja? 8,5 wel. Ja, het was wel lekker hè? Prima. Ja, lekker. Die kruiden vind ik ook heel erg lekker daar. En ja, die cocktails vind ik ook echt lekker. Ik hou daarvan. Doe maar lekker naar Bali. Ja, het gaat wel eens een beetje die Bali-vibe. En nu moet ik zeggen, we zijn echt een paar jaar niet bijna samen in de stad wezen lopen.
soms heel af en toe toevallig dat je even heel snel ergens heen moet. Weet je nog toen wij vroeger ergens bij een van deze winkels een koffer gingen kopen, ja, die daar, blauwe? Ja, daar. Nou, om naar Antalya te gaan. Ja. Maar we zijn er weer, het is heerlijk weer. Even door de stad lopen. Winkels gaan bijna sluiten. Enjoying our day. We zijn net thuis en ik doe even concealer op. Ik had echt dikke pandaogen. Het is hier van boven al vet rood. Maar dan bedek ik het een beetje tenminste van onder. Zie ik er iets gezonder uit. Ik heb zo afgesproken met Ash. Die komt me zo als het goed is ophalen. Ik hoop dat we op een terrasje gaan zitten ofzo. Want Ness en die wou dus eigenlijk heel graag slapen. En ik heb eigenlijk niet zoveel slaap. Dus ik ga lekker naar buiten even genieten van het werk. Ik heb me even omgekleed. Ik heb gewoon even een truitje aangehouden. Want ik wist echt niet dat ik aan moest doen. Want ik weet dat het zo af gaat koelen. En ik heb er mijn Adidas legging eigenlijk onder. Past totaal niet bij elkaar, maar ik voel me er wel lekker comfortabel in. Ik ben echt zo blij met mijn tas. Niet normaal. Maar ik ga hem even, denk ik, morgen of zo voor jullie unboxen. Ik heb nu even geen tijd. Ik ben net terug. Ik heb lekker cheekliften voor ons gehaald. En ik ga nu eten. Mijn lipliner is geflikkerd. Oh, my queen! Ik heb filmpjes bij jou gezien. Waar zijn er nu? Nee, op de tafel. Oh, lekker, lekker. Oh, lekker, lekker.